Alles is dicht, de musea zijn dicht, er is geen sport meer, geen koers, Ronde van Vlaanderen afgelast, gaat maar door. Maar iets anders is er gelukkig voor in de plaats aan het komen en dat noemen we de quarantainecolleges. En ik ga een quarantainecollege sportgeschiedenis geven voor de wielerliefhebbers die toch iets met koers willen. Gaan we naar het Rijksmuseum. Ja, het is dan ook wel dicht, maar niet online. En daar kan ik je laten zien hoe je thuis van achter je computer hele interessante objecten kan vinden die te maken hebben met wielrennen. Ga naar rijksmuseum.nl en kijk bij het zoeken naar fiets. Hij vindt dan 431 objecten, met name foto's, tekeningen van alles die te maken hebben met de fiets. 431 objecten is wel erg veel. We gaan het even verfijnen. Dat is even een zoektip die ik meteen meegeef aan het begin. Doe alleen met beeld. Want dat zijn degene, de dingen, de objecten waar rechten over zijn, bij de rechten van zijn bij het Rijksmuseum, die ze dus kunnen delen. En dan kan je zo gaan rondkijken naar wat ze allemaal hebben. We zien hier foto's van heel lang geleden, tekeningen van heel lang geleden. En zoals deze hierboven, die trok mijn aandacht al meteen. Ik heb net een boek geschreven over sport in de Tweede Wereldoorlog. Dat moet deze maand gedrukt gaan worden als het allemaal doorgaat. Toch een foto voor mij die toch nieuw was. Dat is deze met allemaal jongens die de Hitler goed brengen. Dit is de jeugdstorm. 1934-1936 staat er. Maar deze foto is dan van in de oorlog of na de of voor de oorlog. Dat weet ik niet helemaal precies, maar het is wel duidelijk. Ze brengen de Hitler goed. Dit heeft duidelijk te maken met sport en de oorlog. Het is gewoon Nederlandse jongens die aan het fietsen zijn. Deze foto is ook interessant, want dit vertelt het verhaal over de begintijd van het fietsen. En niet alleen wie er zozeer kampioen was, maar vooral het belang van het rijwiel voor de vrijheid van de vrouwen. Die kregen door de fiets letterlijk de mogelijkheid om te ontsnappen aan huis, aan het toezicht van hun man, van wie dan ook, om te gaan fietsen met vrienden, vriendinnen, de stad te gaan, het dorp uit te gaan. En deze foto, je ziet het hier ook, is uit 1897, helemaal de begintijd van de fiets. Heel belangrijk geweest voor het feminisme, de fiets. Daar kan je een paar dingen mee doen. Je kan het beeld downloaden. Dat ga je dus zo, als je ingelogd bent, dat moet je zelf even doen bij het Rijksmuseum, kan je hem zo downloaden. Hoge resolutie, 4500 bij 4500, mag je gebruiken voor allerlei dingen waar je behoefte aan hebt. Om er een t-shirt van te maken, om het online te plaatsen. En je ziet het, binnen een seconde staat het op je eigen computer. En kan je het goed wegschrijven, ordenen in je systeem. Als je dat doet, ik raad het je aan om dat te doen. Anders vind je het niet meer terug. Je kan ook, dat is ook leuk, kan je een eigen museum maken. Bij het Rijksmuseum op de website. En dan zeg je van, nou, ik wil dit bewaren in mijn Rijksstudio, dit hele werk. Ik heb al een verzameling gemaakt, dat heet Wielergeschiedenis. Daar ga ik even mee verder. Stoppen we hem daarin. En dat betekent dat ik dus een museum heb gemaakt, Wielergeschiedenis, waarin je kan kijken naar deze foto van deze vrouw uit 1897, die met zo'n onmogelijke lange jurk dan moest gaan fietsen. Helemaal de begintijd. Nog even verder kijken bij deze fiets. Dit is een zeer oude foto uit het begintijdperk. Met een voorwiel dat bijna even hoog is als de eigenaar die erop moest klimmen. En een heel klein achterwiel. De ketting is nog niet bedacht. 1865 ongeveer is deze foto. 1865 tot 1880. Vinden we ook leuk. Zetten we ook in het Wielergeschiedenismuseum. Nog een andere zoekopdracht gaan we dan doen. Want alleen op fiets vind je wel heel veel. Maar er is nog veel meer. En dan kan ik je een trucje laten zien. En dat is bijvoorbeeld dat je gaat zoeken op wiel. En dan een sterretje erachter zet. En dat sterretje is een zoektrucje om te gaan kijken naar alles waar dat begint met de letters wiel. Dat kan dus zijn wielrennen, wielingen, maar ook bijvoorbeeld Wielingen, een meer bij Leeuwarden. Daar hebben we dan niks aan. Maar we kunnen gewoon eens kijken of we misschien toch genoeg objecten kunnen vinden als we zoeken op wiel. En alles wat daarna als een asterixje, heet dat, zo'n sterretje, wat hij nog meer kan vinden. En dan vinden we 1290 werken. Nou, dat is gewoon echt te veel. Dan zie je ook bijvoorbeeld dat het woord wiel hier gebruikt wordt bij Wieldrecht. Wiel, asterixje, Drecht is dus ook wat erbij hoort. Dat is gewoon te veel. Daarom moeten we het even iets aanpassen, het zoeksysteem. En daar maken we de wieler van. Kijk, je ziet wielergeschiedenis. Daar komt hij al meteen tevoorschijn, mijn verzameling. Maar wat kunnen we vinden aan objecten met wielen? Nou, dan heb je bijvoorbeeld deze mooie tekening. 1928. Een wielerrace achter de motoren. Zo zag het er vroeger uit, bijna 100 jaar geleden. En we hebben ook deze.
En dat is wel eventjes ter afsluiting een hele belangrijke om te doen, want we zitten toch met z'n allen thuis. We moeten weer bordspelletjes gaan doen, zeggen ze dan. En mensen ergen je niet of zo, dat is... Ik weet het niet of ik daar nou zoveel zin in heb om dat thuis te gaan spelen. Maar waarom gaan we dan niet dit spelen? Dit spel komt uit, dat zien we hier bij de informatie, de objectgegevens. Dit is een wielerspel gemaakt in Amsterdam in 1885. Kleurenlithografie in bruin, rood en blauw. En dan kan je dus dit spel gewoon thuis spelen, een soort ganzenborden, maar dan het is koers. Het hele ouderwetse fietsen. Hebben we toch nog een beetje wielrennen, dankzij de sportgeschiedenis. Gaan we dus eventjes downloaden. Dan kunnen we een mooi door de kleurenprint gooien. Zo, daar is die. En we slaan hem nog even op in het museum van de wielergeschiedenis. Dan is die ook daar weer opgeslagen. Kunnen we dus komend weekend, de hele tijd door dat we in quarantaine moeten zitten, toch nog fietsen, toch nog koersen. Maar dan dus met dit bordspel uit 1885. Met een quarantaine college sportgeschiedenis hebben we dan toch nog weer een beetje plezier dit weekend. Het is het niet helemaal, maar het is toch iets. Nou, heb je ook vragen voor iets dat je graag zou willen uit de sportgeschiedenis dat ik ga opzoeken voor je online? Laat het me weten. Ik ga misschien iets doen met het Olympisch Stadion de volgende keer of de Goffert. Ik kijk wel. In ieder geval, het is koers, maar dan gewoon als een ganzenbordspel.